In deze instructievideo laten we zien hoe u het scherm kunt vergrendelen van de Groenteam Vision Modulation Clock Thermostaat. Daarmee is het mogelijk om eventuele instellingen door derden te voorkomen, bijvoorbeeld de temperatuur hoger te zetten of het klokprogramma aan te passen. Deze vergrendelingen of beschermingen kunt u instellen middels instellen en dan het installatiemenu te activeren. Dat bereikt u middels de blanco toets tussen scherm en klaar ingedrukt te houden totdat het scherm verspringt naar install instellingen. Bevestig deze keuze met instellen en ga naar parameter nummer 3 vergrendelen. Standaard is het scherm niet vergrendeld middels de parameter. Op 1 te zetten is dit gedeeltelijk vergrendeld en kunt u alleen maar hoger en lager instellen. Of 2 en dan is het scherm geheel vergrendeld en is zowel hoger en lager als het veranderen van het klokprogramma niet meer mogelijk. We kiezen in dit voorbeeld 1, gedeeltelijk vergrendelen met mogelijkheid tot hoger en lager zetten. Alleen beperken de maximaal instelbare temperatuur van 35 graden naar bijvoorbeeld 22 graden. Zo. Bevestig deze instellingen met klaar. En daarmee is het ook niet meer mogelijk om het klokprogramma in te stellen. Die is vergrendeld. Maar kunt u wel de temperatuur verhogen naar bijvoorbeeld die 22 graden die we net hebben ingesteld. Hoger is dan niet meer mogelijk. Het klokprogramma blijft actief en zal dan ook de tijdelijk ingestelde temperatuur weer automatisch terugzetten. Dat kan ook handmatig middels volgprogramma. Deze vergrendeling is ook weer op te heffen door gewoon de installatie weer in het installateursmenu terug te zetten. En dat bereikt u weer middels het installateursmenu en de blanco toets dus naast klaar ingedrukt te houden. Bevestig weer met instellen en wijzig de vergrendeling weer naar 0. En pas desgewenst ook weer de maximaal instelbare temperatuur aan. Bevestig met klaar en het klokprogramma is weer actief.